Even een klok erbij. Allemaal naar de kerk. Hallo. Allemaal naar de kerk. Goeiedag. Goeiedag. Hoi. Hoi. Ik ga een stuk wel. Hoi. 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 Lokale omroep. Ja, bro. We gaan goed. De Zuiderzee. En dat liep zeg maar ruim door tot aan Alkmaar toe. Toen had je dus zeg maar ook in 1500 een hele zware storm. Wat je dan zeg maar op die Zuiderzee, als dat daar stormde, had je golven van 3 meter hoog. 3 kilometer hier vandaan, dan stak je in de achterkant van de kaart. Maar ja, dat is een stad. Het zijn onze buren, maar een storm onder is het niet. Het is echt een paar dagen, 5 jaar. Het hoogheemgraasveld heeft een stuk gesloten met een dijk aan de net van de Edam. Die had ik in het middel. Toen is het vol met klei, stenen en zandbond. Toen het vol was, noemde ze het hier de Volle Dam. Dat is de naam van die dijk. Hier had je water en daar had je water. En toen ze enkele jaren later had je ook weer een zware storm. Maar elk dorpje en stadje om de Zuiderzee, dat was een vissersdorp. Hoorn, Medemblik, Lemmer, Staveren, Bunschoten, Harderwijk, Urk. Schotland, en allemaal vissersplekjes. Nou, toen met die storm zijn er ook zeg maar op, tussen die dijk hadden ze een sluis gemaakt. Dat moest ook altijd door de vrachtboot richting Alkmaar. Ja, dat kon makkelijk. Maar toen zijn er dus een stuk of 20-tal boten zijn er achter die dijk gaan schuilen. En de jongens die droegen deze kleding. Zuidwestwind hebben om de zee op te komen. En dan kwam hij weer terug op het einde van de week. De noordoostenwind. En dan bracht je die wind mee. Die waren er allemaal niet juist. Ik heb er niet even dat zeg maar. Maar in 32 zeg maar, dat de afsluitdijk. In 1932 de afsluitdijk. Terwijl die hier nodig was. Want die kinderen, zeg maar, 400 Volendammer jongens, zij gingen daar naartoe en 3 Eedammers. Ja, maar die leraar die woonde op stand, hè, geloof ik. Dat was het ook precies, want daar zaten de vroede vaderen, de wethouders en zussen zo. Vader hebben we een eind aan gemaakt, want in de jaren 70 groeide Volendammer toen al van zeg maar een 16.000. Ja, toen pas, want ik bedoel, Eedam was de baas. Okay. En dan met gemeenteraadsverkiezingen vagen we ze natuurlijk alle kanten heen. Ik bedoel, bij de 16.000 toen de tijd in Eedam had er 6.000. Ja. Dus de wethouders zijn dus nu Volendammers. Vroeger zeg maar, waren al die huisjes van hout, kleine huisjes. Als Edam nog de baas geweest had, dan stonden hier die oude huisjes hier. Ja. Maar daar houden wij niet van. Dus zeg maar, onze jeugd. Dus onze jeugd. Rancune, Edam. Maar dat zijn mensen van kaas en hier waren het visjes. En kaas en vis, dat smaakt er niet. Dat heeft er nog smaak. Maar kaas met vis, ja. Maar mevrouw met vis. Dus onze jeugd die wil dan graag in zo'n klein huisje wonen, maar ze zijn allemaal bouwvakkers, dus ze kennen ze zelf. Kijk, hier wonen die 80 huizen, maar dat wonen hier 76 waren 76. Kom er net voorbij. Als jullie hier gekomen, 4, 7.
ook weer even werk. Nou, dat had ik wat voor je gedaan, Pim. Goeie vangst gehad? Goeie vangst gehad? Tot binnen. Mag hem erbij, hoor. Jongens, voetbalwedstrijd begint zo. Opschrijven. En dan is gewoon ik weer. Kom in heel volle damp aan. Jongens, je kan er maar voor langs leven. Kenny, dan komt de bank al. Oh, kijk. Reservebank. De reservebank. Ja. Ja, die krijg je zo wel. En dan pakt hij ze toch. Geef er een bosje bloemen, joh. Ik waarschuw je, moeder. Ook een afgang zonder ketting. Oké. Arme takken. Zou het allemaal wat zijn met ons? Jos. Heb je hem? Oh, dat is een losse. Ja, je hoort hem niet meer, hoor. Nee, het is toch meer. Basis te bouwen, dat is ontzettend belangrijk. Bijvoorbeeld 3000 kub grond aan te krijgen. Wat is dit? Ik hou die bijvoorbeeld. Het is voor de eerst mijn leek op. Haal er niet op zetten, hoor. Nee? Ze hoort er niet bij, ze is geen niet.